Soms gebeurt het dat je 100% zeker bent van je schot, maar dat het dier toch niet op de aanschotplek ligt. Dan moet er worden nagezocht. En wat we dan gaan doen, gaan we in deze aflevering duidelijk maken. Vooral geen aanschot vertrappen. Het is heel verleidelijk om naar de aanschotplek te gaan en zelf een stukje te gaan zoeken. In principe is het beter om te wachten totdat je iemand met een nazoekhond op de plek krijgt. Op de aanschotplek kun je al heel veel dingen zien. Hoe het schot is afgekomen, bijvoorbeeld een pootschot, zie je vaak botsplinters. Daar kun je niet iedere hond op aanzetten. Er moet een sterke, snelle hond komen die het wild kan stellen en naar de plek kan brengen. En kan binden op de plaats waar hij het varken heeft gesteld. Veiligheid. Heel erg belangrijk tijdens het nazoeken. Als ik het wapen draag tijdens de nazoek, loop ik altijd met een ongeladen wapen. Ik heb wel patronen in mijn magazijn en ik heb de grendel dicht, maar de kamer is leeg. Pas als ik op de plek ben waar de hond het wild heeft gesteld, dan laat ik het wapen zo zachtjes mogelijk om niet te verstoren. Dan kan ik de buks ontgrendelen en dan kan ik, als het veilig is, de hond ver genoeg weg is, kan ik een dodelijk schot plaatsen. Ook niet onbelangrijk is dat het wapen stabiel getransporteerd wordt. Ik heb daar een rugzakgordel voor. Die zit over mijn beide schouders, waardoor het wapen redelijk stabiel op mijn rug ligt. Want het wil gebeuren, zeker bij zwart wild, dat je op handen en voeten door dichte dekking moet kruipen. En dan wil je niet dat je wapen constant door het zand sleept of ergens tegenaan botst. En op die manier kan ik het veilig en stabiel op mijn rug vervoeren. Het schieten is niet het alledaagse schieten zoals wij kennen vanaf een hoogzit. Maar het kan soms zijn dat je op je buik onder de rozenstruiken ligt en dat je dan een dodelijk schot moet plaatsen op een varken waar een hond omheen loopt te springen. Dat kun je oefenen en daarom zijn we hier in de schietbioscoop van Zeventer in Harderwijk en kunnen we allerlei praktijksituaties oefenen en simuleren om zo de adrenaline en de stress de baas te zijn, ook als je een praktijknazoek hebt gedaan. Ter plaatse aangekomen is vaak de jager ook aanwezig. Die loopt vaak enkele meters achter het nazoekgespan aan. Die krijgt uiteraard de schuttersbreuk. En de laatste bete is daar ook een onderdeel van. De schuttersbreuk wordt aangeboden aan de jager. Vervolgens geeft de jager de hond een deel van zijn schuttersbreuk om de hond te eren en eigenlijk te bedanken voor het goede werk wat hij heeft gedaan. De hond heeft tenslotte het stuk wild gevonden en kan daardoor snel naar de koelcel verplaatst worden.